En de BASO en BZV-kaarten die geldig waren voor de periode 31 juli tot en met 31 december 2020 kunnen gebruikt worden tot 28 februari. Personen die in het bezit zijn van deze kaarten kunnen zich tot 15 februari herregistreren. Minister Oerakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat de herregistratie tot nu toe goed verloopt. Hij roept er niet op om de juiste stukken te overleggen bij de herregistratie van de BASO en BZV-kaarten. Voeg u het correct toe voordat u het gaat droppen. Vraag ook iemand anders om het te dubbelchecken voor u voordat u het dropt. Dat zorgt ervoor dat we dan efficiënter te werk kunnen gaan, dat er geen stagnatie erin zit. Maar voelt u ook vrij om even te bellen en te checken van hoe het staat, waar de stand van zaken zijn. U heeft er recht op. Het is uw BASO-kaart als u dat moet krijgen. Dan weet u dat zelf. We vragen ook aan ieder om integer te zijn en eerlijk te zijn. Geef de kans aan de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben, zo'n BASO-kaart of een BZV-kaart. Voor wat betreft de registraties, ik ga u eerlijk zeggen, wat ik heb aangetroffen was niet een volledige afdeling. De dienst, het was nog een halen en trekken van waar het zou liggen, zou het bij BISA liggen, zou het bij SOSAVO liggen. Intussen heb ik dan ervoor gezorgd dat wat uitvoering betreft, dat ik het onder mij neem om te helpen, ervoor te zorgen dat de doelgroepen dan eigenlijk verholpen worden bij deze. Maar voor wat betreft de registraties mag ik alvast zeggen dat dat gedeelte, wij alles op alles zetten, ook al is het van huis uit, dat we het werk dan dat op die manier proberen te doen, vanwege COVID natuurlijk ook. Aldus minister Oerakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De dienstverlening aan personen met BASO-kaarten vindt normaal plaats tot 28 februari.